laten we de Bhagavad Gita in gaan duiken. We zijn aan het laatste stukje van hoofdstuk 2. Oh, en waar waren we? We werden uitgenodigd door Krishna om te gaan beseffen dat er iets is dat nooit doodgaat. Iets is waar we... Hij staat er voor dat veld. Hij staat voor zijn gehechtheden. En hij is getraind om die oorlog, die strijd te voeren. En hij staat daar knikkende knietjes, beseft hem wat dat allemaal in gaat houden. En waar we ons natuurlijk mee kunnen identificeren als we soms beseffen, oh maar jeetje, wat moet er allemaal nog gebeuren op deze weg? Als je steeds natuurlijk meer overzicht hebt van wat er daadwerkelijk aan de hand is, hoe meer overzicht je ook gaat hebben, hoeveel werk er nog is te doen. En her en der kan je misschien wel eens zo voor laten spiegelen dat je denkt, nou, ik kom toch al behoorlijk dichterbij. En dan opent zich weer een gedeelte van die onbewuste mind. En dan denk je, oh my. En vrolijk gaan we natuurlijk, en vrolijk, en misschien ook wel zuchtend en steunend, gaan we dan ook daar weer mee verder om ook die weer aan te pakken. En allerlei dingetjes werden er allemaal al ingebroken. Van de guna zie ik hier staan. Hier wordt ook even heel erg, je mag ja, wel de acties verrichten, maar geen gehechtheden. Er komen van allerlei thema's. Je zult zien dat die opnieuw en opnieuw weer besproken worden. En dat die in dit hoofdstuk, wat het hoofdstuk van de kennis is. Ik zou even helemaal omhoog scrollen. Ik ging misschien iets te snel al helemaal direct naar beneden. Maar de weg naar zelfkennis. Dit is zeg maar de yoga van kennis. Dit is het allereerste waar Arjuna gelijk mee wordt geïntroduceerd. Met het idee wat Arjuna had en hoe hij in de wereld stond. Was niet nuttig. En dus het eerste wat Krishna hem aanbiedt. Is om Arjuna in een goede filosofie te zetten. Om in de juiste levensfilosofie te zetten. En dan kan de training natuurlijk beginnen. En dan kan je langzaam aan die stapjes gaan lopen. Maar eerst wil je een fundament hebben waarop je iemand weer neer kan zetten. Op jezelf neer kan zetten. Dus als je weer even niet meer begrijpt waar gaat het ook weer over. Dat je dan weer, dat je weer die eerste paar versen zo. Want dit is natuurlijk de eerste paar versen is wat Krishna tegen hem als eerste gelijk zei. Weet je nog, je mag geen verdriet hebben. Tenminste, heb geen verdriet om wie je geen verdriet hoeft te hebben. Want weet je, de lichaam wordt door iets gedragen. En dus dat lichaam is tijdelijk, maar dat wat het draagt, Atman, is niet. En dat wat daarachter zit, is onverwoestbaar. Nou, dat soort dingen, dan herinner je weer, oh ja, dat is waar het over gaat. Je weg van yoga is, eerst wat Krishna gelijk doet, is te zeggen dat er het achterlichaam, adem en mind is, en dat we daarna op zoek gaan. En elke keer weer, als we dus even wegslippen en we knikken de knietjes weer in een depressie vallen van, oh, herinner jezelf. Nee, wacht even, er is wat erachter. Er is wat achter dat waar ik nu op dit moment mee geïdentificeerd ben. En wat Arjuna dan hier aan het einde gaat vragen van het hoofdstuk, en daarom dacht ik vorige keer, we stoppen hier, want we waren al lang genoeg bezig en we hoeven hier niet doorheen te haasten, is dat Arjuna vraagt of zegt tegen Krishna, wat is de beschrijving van een persoon met stabiel inzicht die in samadhi verblijft? Nog even terugkomen, is dat als je intellect, dus buddhi, als buddhi die eerder verward was door de veelheid van leringen, van teachings, van alles wat er verkrijgbaar is, zeg maar, om jou in die wijsheid te zetten, standvastig en onbewogen in samadhi blijft, dan zou je yoga bereiken. En dus hij zegt hier nogmaals dat we dus met allerlei verwarrende dingen tegen gaan komen. Maar als we daar in een standvastigheid en een onbewogenheid van absorptie blijven ten opzichte van het zelf, dan heb je yoga bereikt. Hier, als het intellect de verwarde massa van waanzin, ik lees ze gewoon even terug. Misschien soms moet je ze achtervolgen lezen, is ook leuk. Maar als het intellect de verwarde massa van waanzin overwint en doorkruist, dan bereik je de staat van ongehechtheid omtrent alles dat je gehoord en dat je geleerd hebt. En van alles dat je nog gaat horen of gaat leren. En dit is wat we met de Yoga Sutras besproken hebben. Als ik heel even, heel kort, wat we de hele tijd aan het doen zijn met de Yoga Sutras. Ik bedoel, het is alle twee een tekst over yoga.
Dus het begeleidt je alle twee in dezelfde tekst. Hier is het zelf. Daar overheen ligt een deken van vritis. De Yoga Sutras zeggen dat als we die vritis leren kennen, als we die beweging in het veld van de mind coördineren en reguleren, en zodat ze verzuiveren en zodat we ze kunnen verstillen, zodat ze opzij gezet kan worden, zodat de ziener in zijn rust de aard, waar, sorry, rust, in zijn ware aard rust, dan zie je dat ook precies hier weer in die twee versen, wat ik er even bij haal, het precies hetzelfde is. Je hebt het zelf en daaroverheen zit een verwarrende toestand. En binnenin zitten ook de teachings. En binnenin, hierin zitten ook de wijsheid ten opzichte van wat dit is. Maar uiteindelijk moet je alles opzij zetten. Alles mag wegvallen. Naar alles mag je ongehecht zijn. Al die bewegingen. Zowel de nuttige uiteindelijk, zowel de niet nuttige is natuurlijk heel snel makkelijk te zien. Maar ook de nuttige. Dus ook woorden zoals vairagyam zijn nog steeds woorden. Wat is ongehechtheid? Ook gedachten die denken, wauw, het is waar. Wie ik werkelijk ben is dit. Ook die gedachte mag opzij vallen. En dus even heel snel, dat is wat die laatste zin hier dit zei, waar we vorige keer waren gestopt. Als je intellect de verwarde massa van waarzijn overwint en doorkruist, dan bereik je staat van onrechtheid. Omtrent alles wat je gehoord hebt en alles wat je geleerd hebt. Alles wat hier in die laag zit. En dan valt het opzij. En dan ben je standvastig en dat is yoga. Dus hier zie je een heel nauw verband met de Yoga Sutras. Dus Arjuna is nu benieuwd. Wat is de beschrijving van een persoon met een stabiel inzicht die in Samadhi verblijft, O Krishna? Hoe spreekt een stabiel wijs persoon? Hoe zit hij? Hoe loopt hij? Dus Krishna, hier de gezegende meester, zegt dan terug. Als je volledig afstand doet van alle verlangens die in de mind opkomen, o zoon van Prita, voldaan in het zelf, door het zelf, dan word je een persoon van stabiele wijsheid genoemd. Verlangens is natuurlijk hier het sleutelwoord. Verlangens zijn de kleshas. Verlangens zijn de kleshas. En als we daar afstand van doen, dan vallen die weg. En dan rust het zelf in zijn ware aard. Iemand van wie de mind niet geagiteerd is door zorgen. Die niet aangetrokken wordt door plezier. Bij wie aantrekking, angst en boosheid verdwenen zijn. Aantrekken, afstoten en de avinavesha, de angst en al die kleshas verdwenen zijn. Zo'n beoefenaar van meditatie heet een persoon van stabiele wijsheid. Iemand die geen gehechtheid heeft richting wat dan ook, nog de richting het bereiken van iets goeds of slechts, die dit nog begroet, nog haat, zijn wijsheid is gevestigd. Zo'n iemand dus is gevestigd in wijsheid. Allemaal prachtige zinnen om richting ongehechtheid te wijzen. En het is bizar dat je misschien denkt, nog richting het bereiken van iets goeds. Maar het is toch belangrijk dat we goede daden doen. Dat we toevoegen aan deze wereld. Maar het gaat natuurlijk vooral om die gehechtheid. Dat we uiteindelijk leren dat de goede dingen of de slechte dingen komen en gaan. Dat we ons best natuurlijk doen om goede dingen te doen. Maar dat geen enkele actie jou uiteindelijk kan leiden naar zelfrealisatie. Wat je ook doet. Alsof het de beste actie is die je maar kan bedenken. Uiteindelijk gaat die actie niet als gevolg hebben dat je zelf gerealiseerd wordt. Dat het zelf in zijn ware zelf rust. Want als dit jouw zelf is en dit zijn al die lagen met beweging. Dan speelt dat goeds of dat slechts. Die dualiteit die speelt zich hierin af. Dus als jij daar binnenin verwacht dat als jij een soort van hier de volume hebt. Het woord was wat ik zo was, formule. Als jij denkt dat je binnenin dit de juiste formule kan vinden, waardoor als je die neerzet of uitvoert of ontdekt, dat je dan dit opzij. Nee, je zou merken dat als je niet meer gehecht raakt naar wat hier zit, als je niet meer hiermee identificeert, dan valt het vanzelf weg. En dan komt het zelf naar voren. En dus dat is een ongehechtheid die zowel naar
aantrekken als afstoten gaat. Geen gehechtheid, welke richting dan ook. En in het woord richting is ook prachtig. Bij 57 staat de gehechtheid, welke richting dan ook. Dus of je nou naar de ene kant van de dualiteit of naar de andere kant van de dualiteit, elke richting die je nog denkt, als ik die richting opga, als ik dat doe, of als ik daar naartoe ga, of welke richting je ook opgaat, dat is niet, uiteindelijk niet nuttig. Nogmaals, we zullen in het volgende hoofdstuk zeker ook leren hoe we onze acties mogen gaan doen. Want het volgende hoofdstuk en het hoofdstuk daarop gaat over alles rondom karma, terwijl actie. Maar voor nu worden we geïntroduceerd door Krishna, door iemand die al is daar waar wij naartoe willen gaan. En dus is het ook een soort van checklist voor onszelf. Hoe worden wij nog aangetrokken tot plezier? Zeg maar. Hoe ver ten opzichte van de boosheid of de angst, hoeveel is van dat verdwenen? En ik weet zeker dat iedereen die deze weg loopt, al iets van angst en boosheid minder heeft. Dat je minder leeft voor het plezier wat jou in deze wereld ultiem gelukkig gaat maken, maar dat je het, ook al is het maar voor 1%, binnenin jezelf bent gaan vinden. En dus niet zo voor 99% afhankelijk bent voor naar de buitenwereld, omdat je merkt dat dat plezier daar niet te vinden is, bijvoorbeeld. En dus kunnen we ook al zien, als we zo zelf aan het assessment doen naar onszelf, van hé, wacht even, misschien dat ik toch al wel iets meer stabiel ben dan dat ik denk. Hij vanzelf. Want we willen natuurlijk alsof we denken dat Krishna tegen ons praat. En dus we kunnen dan checken hoe ver dit al op ons beslaat. Volgende is in 58. Als iemand al zijn zintuigen terugtrekt van hun object, zoals een schildpad zijn ledematen intrekt, dan is zijn wijsheid gevestigd. Dus een andere kwaliteit van iemand die yoga leeft, die in yoga is, is dus de vaardigheid om die zintuigen, zoals een schildpad zijn pootjes zo terugtrekt, dat je dat ook kan doen ten opzichte van het gebruiken van de zintuigen. Als dit de Janendriya's zijn, we hebben er 5, en dat is spreken, sorry, verkeerde Janendriya's, is horen, is voelen, is zien, is proeven en ruiken, en dan hebben we 5 Karmendriya's. En dat is spreken, grijpen, bewegen, reproduceren en elimineren. Als je zegt maar dat een schildpad hebt met 10 benen, 10 ledematen, en dat je dus in staat bent om te zeggen, ik trek het terug. En nou is dit aan de ene kant natuurlijk een vertekend beeld, want je kan de zintuigen niet echt terugtrekken, maar je kan de energie die je erin stopt eruit terugtrekken. En wat we dus ook kunnen opmerken van hoe ten opzichte van, als we het als een self-assessment gebruiken, even als checklist, zo helemaal aan het begin van de Bhagavad Gita, van waar kunnen we nog aan werken? Dit zijn allemaal checkpunten. En hoe staat het dus jij ten opzichte van het bemeesteren van de zintuigen? Hoe kan je ze in jezelf ontdekken? Hoe ben je al aan het ontdekken of aan het bestuderen of mee aan het spelen ten opzichte van wat al die 10 zintuigen zijn, om ze in jezelf te ontdekken, om ze te kunnen observeren en om ze dan langzaam ook te kunnen bemeesteren? Dus hoe staat het daarmee ten opzichte van dat? Nou, we hoeven echt niet perfect te zijn, maar dit zijn allemaal vaardigheden die komen gaandeweg. In 59 zegt Krishna, als deze drager van het lichaam ophoudt met eten, dan wenden de zintuigen en hun aantrekkingskracht zich af. Alleen smaak blijft over. Maar ook smaak verdwijnt bij het zien van het Allerhoogste. En dan zie je dus dat pratyahara, het terugtrekken van de zintuigen, in stadia plaatsvindt. Ik weet dat jullie dit vaker misschien wel eens hebben gehoord. Eventjes hoor, het beeld goed zo. Maar we hebben een lichaam, en dat heeft in dit geval, gaan ze in op eten en smaak. Is dat we natuurlijk, kijk, ik kan even demonstreren. Het is geen eten, maar het is drinken. Ik kan ophouden met letterlijk niet meer dit glas op te
willen en dit te doen. Daar kan ik mee ophouden. Met deze handeling. Oftewel, dan hou ik op met het toevoegen van iets aan plekken waar, in dit geval de mond, waar dan de smaak ten opzichte van het fysiologisch systeem, waar er geproefd wordt. Er wordt geproefd in de mond. We hebben al die stukken in de tong en dit proeft dit en dat proeft dat. Dus als ik daar geen eten of drinken meer aan toevoeg, dan kan je denken, oké, dan hou je op met proeven. Oftewel, dat wat het proeven triggert, dat wat jouw zintuig van smaak actief maakt, als je daarmee ophoudt, dan hou je natuurlijk daar ook mee op met smaak. Maar dat is natuurlijk niet één en hetzelfde. We hebben dat wat de zintuig is. En als we daar wat aan toevoegen, wordt de zintuig wakker. Dus als we niks meer toevoegen, dan wenden de zintuigen en hun aantrekking krijgt zich af. Oftewel, dan gaat het wel een stukje terug. Oftewel, dat is een gedeelte daarvan. Daarom gaan we bijvoorbeeld voor meditatie, gaan we zitten, we worden stil, we zetten beweging uit, we doen op dat moment niet eten, we doen op dat moment niet zien, we doen op dat moment, nou, horen, dat is vaak nog wel iets wat er plaatsvindt. Maar er zijn al heel veel zintuigen die we op dat moment niet stimuleren door er iets aan toe te voegen. Waardoor de zintuigen zich ook redelijk afwenden en de aantrekkingskracht, zeg maar, die ze hebben naar de buitenwereld, die vermindert iets. En die wendt zich af, terwijl gaat naar binnen. Maar dan heb je natuurlijk de zintuig nog steeds zelf. De indriya in het veld van de mind, van smaak, die is er nog. En dat, ook dat verdwijnt, ook dat wordt tijdelijk opzij gezet als het allerhoogste, zeg maar, overblijft. Het is een soort van speelse manier om alle lagen van de vritties, de yogasutras even bij me gaan, gewoon gedaan, als al die bewegingen in het veld van de mind langzaam opzij gezet worden. Eerst is het heel grof, letterlijk niks meer toevoegen, maar dan ook dat stuk in de mind kan opzij gezet worden. En dat gaat plaatsvinden als we ons richten naar het allerhoogste zelf. 60. Ondanks dat een intelligente mens zijn best blijft doen, zullen de turbulente zintuigen zijn mind krachtig afleiden. Dat is een ander statement. Het is wel iets om mee te zeggen. Is dat hoe we ook ons best blijven doen, de zintuigen zijn heel erg krachtig. En dus om die allemaal te kunnen, is beoefenen. Daarom, door ze alle te controleren, verenigd in yoga, moet je gericht blijven op mij. Iemand die zijn zintuigen onder controle heeft, zijn wijsheid is gevestigd. En onthoud dat als Krishna praat van als uit het perspectief mij, en het hoofdletter M, ook als hij ik zegt, hebben we dat altijd met een hoofdletter gedaan, is om aan te tonen dat Krishna praat vanuit het perspectief van eenheid. Niet een god met een blauwe huid en al die ornamenten die hij aan heeft. Als zijnde nu moet jij als individu richten naar dat individu genaamd Krishna. Krishna praat niet vanuit vorm. Krishna praat vanuit dat wat hij eerder in dit hoofdstuk heeft geïntroduceerd. Dat wat voorbij lichaam, voorbij adem, voorbij mind ligt. Het is het ware zelf die tegen de rest van de mind praat. Dus als je zoiets ziet als moet je gericht blijven op mij of zou je dat moeten doen? Want dat is de enige manier waarin je uiteindelijk ze allemaal dus kan controleren en bemeesteren. Misschien een beter woord, maar controleren. Is dat je dus die aandacht blijft richten op het zelf. Want als je, hier stond ook bij 59, als je smaak, die zintuig verdwijnt ook als je het als alleroogste tevoorschijn komt. Dus uiteindelijk wil je een eenpuntigheid kunnen ontwikkelen die gericht is naar het zelf. En dan komen de zintuigen langzaam onder controle. En dan ben je iemand die wijs is. Een echte wijze. Een echtegene die verlicht is. En een yogi, hoe je dat ook allemaal maar weet. Als je opgaat in het denken aan de objecten van de zintuigen, dan ontstaat er gehechtheid in je naar deze objecten. Uit gehechtheid ontstaat verlangen. En verlangen produceert boosheid. Dus nu gaan we even terug. Eerst was het van
We gaan die zintuigen langzaam loslaten op al die laagjes. En hier gaan we de andere kant uit. Even te laten zien, wat is er gebeurd in de eerste plaats ten opzichte van die zintuigen. Dus als je opgaat, dat is een woord, opgaat in het denken aan de objecten van de zintuigen. En dat is dus een andere manier om te zeggen, als je identificeert met de objecten, de zintuigelijke objecten. Dus er komen van allerlei prikkels naar binnen. Laat zeggen, via zien zie je een mooie bloem. En dat wordt dan geprojecteerd, als het ware, op het veld, in het veld van de mind. En als je daarin opgaat, als je daar dus mee verenigt, zeg maar, als je daarmee identificeert, dan doe jij dus jij als illusie, ik ben ik, want je bent één, je bent Krishna, je bent alles, dat op dat moment is er dus gehechtheid naar ik die hierin opgaat. Of het nou iets is omdat je het fijn vindt of dat je ergens in opgaat wat je niet fijn vindt. En een ander woord voor samskara, dat is zo'n zintuigelijke indruk die binnenkomt en die gekleurd wordt met mij, met vind ik wel, vind ik niet leuk. En dus dan opgeslagen wordt als een wens, als een gewoontepatroon. En dat ben ik. En een ander woord is daarvoor is indrukken. Impression in het Engels. En als iets een indruk maakt, van nou, diegene heeft echt een indruk gemaakt. Het zit al in onze taal ook. Ik vind het prachtig. Als iemand of iets indruk op je maakt, dan maakt het dus een afdruk, als het ware, in een impression, een afdruk in het veld van de mind. En een afdruk, een indruk, is dus altijd gerelateerd aan gehechtheid. Of het nou, dat maakte echt een indruk, of, oh, dat maakte echt een indruk. En dus op die manier bouwen we onbewust, hebben we enorm veel gehechtheid opgebouwd door op te gaan in de wereld en op te gaan in wat de zintuigen ontvangen. En uit die gehechtheid ontstaat verlangen, want je wil dat wat je fijn vindt herhalen, dat wat je niet fijn vindt wil je niet herhalen. Dus elke gehechtheid gaat onherroepelijk gekoppeld is dat aan verlangen. Ik vind dit lekker. Zodra ik dat labeltje ik vind lekker, zowel ik als lekker aan die indruk heb gemaakt, geplakt, en dat ligt opgeslagen in het veld van de mind, dan wil dit wil herhaald blijven worden. Ik vind dit lekker, dus ik wil het nog een keer. Dat is zeg maar één en hetzelfde. Dus hier even netjes uiteengezet. Eerst is er gehechtheid en daaruit ontstaat verlangen. En uit verlangen produceert boosheid. Boosheid in de zin van, we krijgen namelijk niet gegarandeerd ons hele leven altijd onze zin. Dus we hebben ons geïdentificeerd met de zintuigelijke indrukken. Dus daardoor is er gehechtheid. Dan verlangen we om bepaalde dingen te herhalen en bepaalde dingen te vermijden. En daar krijgen we niet gegarandeerd altijd onze zin in. En een onvervulde wens leidt tot, zeg maar, smiley face. Emoties. Ook wel die andere, die hebben ze misschien expres niet genoemd. Want gehechtheid leidt ook tot blijheid, zeg maar. Omdat je even tijdelijk wel je zin krijgt. Maar hier gaat het dan naar boosheid. Want we krijgen niet altijd onze zin. Dus ook al doet iets heel lang ons plezier geven. Er zit altijd pijn in verstopt. Er zit altijd lijden met een lange ei in verstopt. En dit is iets wat de yogi langzaam gaat zien. Dat ook al hebben we heel veel fijne herinneringen, fijne, niet herinneringen, fijne momenten ten opzichte van de wereld. En krijgen we wel soms hier en daar onze zin. Uiteindelijk wordt het ons toch altijd weer ergens afgenomen. En in de zin van, niet dat iets jou iets afneemt, maar opnieuw, dit is het spel van de dualiteit. Als er plezier is, is er ook pijn. Als je je zin krijgt, is er ook je zin niet krijgen. Die tegenstellingen zijn gegarandeerd altijd een effect uit die gehechtheid. En dus gegarandeerd komt daar boosheid uit voort. En dan gaat hij nog verder met 63, namelijk uit die boosheid komt waanzin. Want dan ga je helemaal op in dat spel. En dan vind jij natuurlijk dat je bepaalde dingen recht op hebt of bepaalde dingen niet. En in die boosheid verlies je je controle over wat, en dan kan er dus ook wat vervelende dingen uit voortkomen, zoals waanzin. En de verwarring van het geheugen en verlies aan mindfulness.
Dus we worden steeds verwarder. We gaan langzaam van eenpuntigheid naar verward, naar uiteindelijk totaal gestoord. Dat zijn de staten van de mind, die in hoofdstuk 1 Sutra 1 in de Yoga Sutras worden benoemd. Voor de mensen die dat kennen, dat is, en het staat ook op de website, deze tripurashakti.com.nl, of nl.tripurashakti.com. En dat is Kshipta, Muda, Vikshipta, Ekagra en Naroda. Dat wordt niet in de sutra zelf benoemd van hoofdstuk 1, sutra 1. Maar in een heel belangrijk commentaar, wat al heel lang gerespecteerd wordt. Sorry, ik zit verkeerd. Het is bij sutra 2. Want daar wordt het woord Naroda genoemd. En Naroda is een staat van de mind, want daar is de staat opzij gezet. Dus wat zijn de staten die leiden naar Naroda? Eerst het totaal gestoord. Dat is Kshipta. Dan is Muda een staat van de mind die al iets verbeterd is. Namelijk dat je in één keer helemaal moe bent en zo'n zak aardappels op de bank zit. En dan merk je wel, als je heel emotioneel gestoord bent en echt helemaal in een soort van achtbaan zit van emoties en het overzicht totaal helemaal kwijt bent, dan is moe zijn is een verbetering. Want dan plof je neer en dan geef je allemaal even op. En daaruit voort komt dan een volgende staat die namelijk tijdelijk her en der wat momenten heeft van eenpuntigheid en her en der nog steeds wel constant wordt afgeleid. En dat bouwt zich langzaam op naar eenpuntigheid als ekagra. En een ekagra mind is wat uiteindelijk deze laag hierboven, hoe we die ook noemen, opzij kan laten zetten doordat het naar roda gaat. En dus uit die boosheid komt die waanzin, komt het verwarren van verwarring in het geheugen. Je hebt het allemaal niet meer helder. Je gaat naar beneden in die staat van de mind. En je verliest daardoor de aandacht. Want die eenpuntigheid die we zo nodig hebben in onze beoefening, die wordt onderuit gehaald, zeg maar, door boosheid. En door die diepe, intense bewegingen van emoties die gericht zijn naar egocentrische wensen. Uiteindelijk gaan we merken dat we emotie ook positief kunnen gebruiken. Maar als het hier zo wordt benoemd, die boosheid die voortkomt uit het niet krijgen van je zin, dan heeft dat het allemaal het effect. En dan gaan we nog verder. Want van het verdwijnen van geheugen en mindfulness komt het verlies van onderscheidingsvermogen. En dan, dus dat al dat heeft effect op buddhi. Buddhi is ook weer hier de sleutel tot wakker worden. Want, en dan zeggen ze zelfs door het verlies van het onderscheidingsvermogen, doordat Boeddhi niet meer op het toneel staat, of Boeddhi niet meer alles netjes begeleidt, de hele veld van de mind, zeg maar, aanstuurt, dan verga je. Nou kan je nooit 100% vergaan, want het zelf is daar. Dat gaat nooit dood. Maar je kan wel heel ver ervan af verwijderen. Dus zo vallen we in slaap. Mooi, hè? We vallen in slaap in de objecten van de zintuigen. Dan ontstaat de gehechtheid. Dan verlangen. We krijgen niet altijd onze zin. Dan komt boosheid. Uit die boosheid komt een waanzin, een verwarring. En een verlies van aandacht en eenpuntigheid. En daardoor verliezen we ook buddhi. En uiteindelijk is het dus een hopeloze diepdal. Waar je wel gegarandeerd altijd uit kan komen. Gelukkig, anders was het een beetje hopeloos aan het begin van hoofdstuk 2. Als we nou net met het beginnen. Zo, nou laten we maar eens snel kijken of ik iets naar iets positiefs daarover ga zeggen. Door acties te verrichten met de zintuigen, te midden van de objecten. Dus dit is iets wat je mag leren midden in de objecten. Echter, vrij van aantrekking en aversie. En onder controle van het zelf, verkrijgt iemand die het zelf cultiveert, een gezonde en plezierige staat van de mind. Terwijl zegt hij midden in de objecten. Dat betekent dus niet loop weg van de objecten, ga er van af. Maar daarin de acties te verrichten met de zintuigen. Het is heel fijn dat hij niet gelijk zegt dat de zintuigen slecht zijn. En dat de objecten niet goed zijn. Dat acties doen niet goed zijn. Maar het gaat hoe. Hoe vrij van gehechtheid. Ten opzichte dus van zowel wat je aantrekt, wat je mooi vindt, wat je fijn vindt en lekker vindt, als dat waar je aversie hebt. En wie is degene die alles echt aanstuurt, zeg maar, of vanuit welk perspectief willen we leven? En dat is het zelf. En daarmee
Wordt de mind zelf als totaliteit ook gewoon plezierig en gezond en dus een mooi instrument om mee te spelen. Bij het bereiken van zo'n plezierige mind nemen alle zorgen af. Bij een persoon met zo'n plezierige mind komt die intelligentie snel tevoren. Wel, Boethi is daar en ook de wijsheid ten opzichte van wie je werkelijk bent. Dus het is allemaal goed nieuws. Gewoon langzaam leren spelen met de zintuigen, midden in je acties, midden in objecten. Als er geen onderscheidende wijsheid is, de zin is wat langer. Als er geen onderscheidende wijsheid in iemand die niet verenigd is in yoga, nog is er enige cultivering van contemplatie voor iemand die niet verenigd is in yoga. Doe je iets verkeerd, hè? Wacht even. Oh, ik weet het al. Er is... Er is geen onderscheidende wijsheid in iemand die niet verenigd is in yoga. Zo, ik kan lezen dan doen. Er is geen onderscheidende wijsheid in iemand die niet verenigd is in yoga. Dus als je niet verenigd bent in yoga, dan is er niet die ultieme onderscheidende wijsheid. Nog is er enige cultivering van contemplatie voor iemand die niet verenigd is in yoga. Iemand die contemplatie niet heeft gecultiveerd, heeft geen vrede. Hoe kan er blijheid zijn voor iemand die niet vredig is? En nu wordt het component contemplatie toegevoegd, omdat we onze mind willen richten naar het zelf. En dan kunnen we langzaam aan bij die onderscheidende kennis komen. Die leidt naar onder andere het verscherpen en aansturen van de zintuigen. Een mind die wordt toegepast om de zwervende zintuigen te volgen. Inderdaad, zo'n mind rooft zijn wijsheid. Zoals de wind een boot in het water wegblaast. Heerlijk beeld. Heerlijk beeld. Oh, ziet toch voor je. Mind, als die boot zo overgaat en wordt door die wind alle kanten opgewaaid in het water. En de mind volgt dat maar. Een ander voorbeeld is dat de zintuigen zoals paarden zijn en dat manas de mind zijn, de teugels. En dus als de paarden zo, de teugels allemaal, als dat allemaal niet samenwerkt dan, en de paarden niet te getraind zijn, dan rent, zeg maar, die teugels rennen daar waar de paarden heen gaan. Daarom, oh sterk gearmde, dit is zo grappig in de tekst, al die namen die Arjuna krijgt. Oh daarom, oh sterk gearmde. Want hij moet natuurlijk boogschutten. Dat is een van zijn skills. En boogschutten is natuurlijk een symbool voor eenpuntigheid. Iemand van wie alle zintuigen onder controle zijn. En teruggehouden worden van hun objecten. Zijn wijsheid is gevestigd. Dus het is het leren beheersen van die zintuigen. En dat ze dus niet ingezet worden om van naar hun objecten te kunnen worden gericht. En dus opnieuw, er is niks mis met de objecten, die bemeestering van de zintuigen. Oh. Dat wat nacht is voor de gewone mens, is dag voor de wijze. Dat waarin de gewone mens wakker blijft, is nacht voor de wijze die ziet. Nou, dit zijn versen waar ik eerlijk moet bekennen dat er waarschijnlijk heel veel meer achter zit. En het interessant zou zijn als je dit een mooie vers vindt van wat doelen ze hiermee. Er wordt bijvoorbeeld, een van de dingen die ik me kan herinneren wat hierover gezegd wordt, maar ik denk dat het veel meer ook metaforisch is dan letterlijk, is dat wat wij natuurlijk nu nog zien als dag, als leven, als hier is het, dan kan je zien van nee, dit is begoocheling. Deze dag, deze wereld die wij als in het daglicht, zeg maar, zien, is uiteindelijk niet waar we op zoek zijn. Swami Jay had recent een satsang over de golden disc, de gouden plaat, een metafoor wat in de Isupanishad wordt aangereikt, dat dit allemaal een soort van gouden schijf is en het sprankelt en het is aantrekkelijk en het lokt ons aan en het doet al die zintuigen constant, zoals, weet je, goud, een kraai of wat is die vogel die al die schijnende dingetjes en de glitterende dingetjes verzamelt.
Zo worden we constant in de wereld getrokken. Voor de wijze is dat, dit is het niet. Dat wat voor ons misschien nacht is, als de zin van, nou, hoe kan je nou in de stilte, in de donkerte, in het niks vinden, waar, weet je wel, wat is daar nou aan? Daar zitten de zintuigen niet in de pratyahara, in het terugtrekken van de zintuigen. Maar dat is natuurlijk waar de yogis uiteindelijk hun thuis vinden. En letterlijk denk ik ook wel, en dit is ook wel wat er benoemd wordt in de tekst, is dat als de mensen slapen, de yogis wakker zijn, omdat je dan het makkelijkst kan beoefenen. Dus nogmaals, ik denk dat dit de twee soort van snelle manieren zijn om naar deze vers te kijken. Maar het zit inderdaad dat je denkt, er zit hier achter deze metafoor zit er wat. Zo. Ik weet niet of je dat geblaas hoort, maar dat is volgens mij mijn buurman die, weet ik veel, met een bladblaas of zo bezig is. Er staat, in staat zijn te kijken in het onbewuste. Juist, zegt Anneke, zegt, dat is ook dat ik denk waar het naartoe gaat. Is dat wat voor ons nu als zeg maar verleek of mensen, waarom zou je naar binnen gaan in die donkerte? En dus, want we zijn met die zintuigen bezig. Dus de dag en al die zintuigen is natuurlijk waar de meeste mensen opgeslokt zijn. En waarom zou je dan de moeite nemen om inderdaad naar binnen te gaan, naar donkerte? Mooi, dus ook het onbewuste inderdaad. Daar doorheen te gaan, want daarachter zit natuurlijk het werkelijke licht. Achter het onbewuste is waar we werkelijk naar op zoek zijn. En dus het is een omgekeerde realiteit. We hebben ook wel het Swami Zeeuwen. Zijn keyword was, toen hij op zoek was, van als Swami Rama aan hem zou gaan vragen, wat wil je? Kwam in hem naar voren, wakker worden. Ik wil wakker worden. Want ik ben nu aan het slapen. En dus opnieuw is dat een andere manier om hetzelfde te zeggen. Van nu zitten we in een droom die het verst weg is van de realiteit. En we willen wakker worden uit deze droom. Voor andere mensen zeggen, nee, nu zijn we wakker. En dus dat is een andere manier. Zo komen we er wel met z'n allen. Leuk. Ik denk dat dat goed in de buurt komt van wat daar in de diepte van deze vers wordt gezegd. Prachtig vers. Zoals wateren opgaan in de oceaan die helemaal vol is, maar waarvan het bazin en de grenzen stabiel blijven. Zo bereikt iemand bij wie alle verlangens op dezelfde manier binnenstromen vrede. En niet degene die verlangens verlangt. Opnieuw, prachtig metafoor. Moet je eens maar gaan nadenken, constant vanuit allerlei hoeken stromen natuurlijk allerlei rivieren die oceaan in. En die oceaan blijft altijd zeg maar even hoog. En dit is een mooie metafoor om te beseffen dat ook al geven wij onze individualisatie op, ook al gaan we langzaam meer en meer op in de oceaan als het ware het zelf, want oceaan is een metafoor voor het zelf, dat wij gevoelsmatig misschien onze individualiteit opgeven, maar dat we daardoor ook opgenomen worden in iets dat altijd is en altijd stabiel is en altijd vol is. En dus niet beïnvloed wordt door wie of wat er dan zich ook aan overgeeft of niet aan over heeft gegeven. En dat is heel mooi om te beseffen dat dat zelf is volledig. En we, om Purnamidam, Purnamidam. Dat de vers die sommigen kennen, dat je een mantra die we regelmatig, één keer in de ochtend, één keer in de avond, sowieso chanten, of hardop uitspreken, is dat volledigheid, als je daar iets van afneemt, is dit nog steeds volledig. Want dit is volledig. Hoe kan je van volledig iets afhalen, zodat het geen volledig meer is? En zou je bij volledig, zou je daar wat aan toevoegen, dan is het nog steeds volledig. Dus volledig min volledig is volledig en volledig plus volledig is volledig. En dat is waar deze vers ons naartoe brengt. De persoon die rondzwerft, vrij van gehechtheid, die al het verlangen heeft losgelaten, verstoken is van ego, terwijl ahamkara in de zin van, en van het concept mijn, ahamkara is opnieuw niet slecht. Ego is oké. Het kan een enorme vertegenwoordiger zijn. Maar het gaat vooral om de gewoonte die ego heeft om alles mij en ik. En dit ben ik wel, dit ben ik niet. En dit vind ik wel leuk en dit vind ik niet leuk, zeg maar. Dat willen we loslaten. Dus verstoken van dat, van die eigenschap van ahamkara. En het concept mijn. Diegene bereikt vrijheid.
Dit is de goddelijke staat, o zoon van Pritha, ander woord voor Arjuna. Door dit te bereiken ben je niet langer verward. Door hierin te blijven, zelfs in het laatste uur, vindt men absorptie in Brahman. En het laatste uur is natuurlijk als je op een gegeven moment transitie maakt, waarin het lichaam losgelaten wordt en alleen dan die pool met samskaras doorgaat op zijn reis naar een volgend lijf, waar natuurlijk altijd in het diepst van die kern, dat is wat dat allemaal draagt en dat is Atman. Dus wat kunnen we langzaam doen? We kunnen opletten wat we allemaal als mij bestempelen. Ben je dit wel echt? Is dat wat je denkt dat je bent, tijdelijk of eeuwig? Dat is een begin. We kunnen kijken naar de gewoonte om dat allemaal, mij of ik of Dalf, leuk en niet leuk, om dat allemaal te bestempelen. Dat we die gewoonte überhaupt hebben, is een stuk subtieler dan opmerken dat je gehecht bent en waaraan je gehecht bent. Om te merken dat je dus die gewoonte hebt en constant nog ook her en der dingen aan het verikken bent, zeg maar, aan het mij maken bent. En dus dan die verlangens langzaam geleidelijk los te laten. En dus de gehechtheid los te laten. Waarbij ook de zintuigen onder controle komen. Wauw, dan komt er vrede. Ben je niet langer meer verward. Rust je in het zelf. Weet je wie je werkelijk bent. En life really is beautiful. Dan wordt het leven echt mooi. Want dan is het geluk. En de liefde en de ervaring van gelukzaligheid is niet meer onderheven aan de objecten of wat je ook qua zintuig ervaart of al dat. Dus, aldus eindigt het tweede hoofdstuk waarin Sri Krishna Arjuna ontwaakt uit zijn diepe angst. In dit hoofdstuk omvat de dialoog tussen Sri Krishna en Arjuna de Sankhya-filosofie en de praktische methode van de yoga-wetenschap. In dit hoofdstuk omvat de dialoog tussen Krishna en Arjuna, Sankhya-filosofie en de praktische methode van de yoga-wetenschap. En dan zijn we aan het einde gekomen van hoofdstuk 2. En de cliffhanger is yoga van actie. Of dan gaan we naar het volgende hoofdstuk over een paar weken. Ik zal het binnenkort aankondigen in de groep. Gaan we naar alles rondom karma-yoga. Karma-yoga. Dus, de yoga van actie. De yoga die je middenin, dat werd ook al even in het vorige hoofdstuk gezegd, helemaal wat we net gelezen hebben, dat middenin, wat je aan het doen bent, daar kan je de zintuigen trainen. Niet door de wereld allemaal weg te duwen. Gaat niet lukken. Want er zijn al gehechtheden. Arjuna heeft op dit moment gehechtheden. Wij hebben op dit moment gehechtheden. En we hebben de zintuigen nog niet getraind. En al dat gaan we langzaam middenin, van dagelijks leven, midden in die strijd, ten opzichte van de gewoontepatronen, gaan we deze strijd voeren om langzaam al dat te bemeesteren, opzij te kunnen zetten en rusten in onze ware aard. Nou. Ja. Dan hebben we dat weer gehad. Allemaal duidelijk, toch? Tot nu toe. Allemaal super simpel. Maakt het niet eenvoudig. Maar het is leuk, hè? Tenminste, ik vind het leuk om. En het is ook weer niet de bedoeling dat we allemaal parallellen gaan trekken tussen dit zegt de yogasutras en die vers. En dat komt hiermee overheen, want dan wordt het intellectuele studie. Maar om heel duidelijk en helder te gaan zien hoe deze teksten samenwerken. Hoe ze jou begeleiden op dezelfde weg. En hoe ze dus niet een conflict vormen, maar hoe ze elkaar ondersteunen. De yogasutras is heel systematisch in je beoefening. En in dit verhaal van de Bhagavad Gita geeft het toch meer een gevoel en merk je dat je ongelooflijk mooie inspiratie krijgt van Krishna om deze weg te blijven lopen. Dus sta op, welke strijd je ook aan het voeren bent met je gehechtheden. Voel die innerlijke kracht. Voel dat wat je werkelijk bent is dat wat achter lichaam, adem en mind zit. En dat is zo, dat is onverwoestbaar. En daar je kracht uit putten en daar rusten. Dan kan je de strijd aan, stapje voor stapje. En dan val je weer neer en dan sta je weer op. En dan val je weer neer en dan sta je weer op. En dan knietjes en dan wil je weer wegrennen. En dan sta je weer op. Geniet van je weg. Het is een prachtige weg. Die niet gemaakt is voor mietjes. Maar ik weet dat je het kan. We kunnen het allemaal. Dus tot de volgende keer.
tot de volgende keer. Doei doei.